Hallo allemaal. Ik weet niet of er al iemand is. Ik zal het nog even ook zelf opzoeken. Even kijken hoor of dat lukt. Ah. Nou, ik geloof dat ik goed om ben ook. Ik weet niet of er al iemand is die kijkt. Oh, mijn beeld is nu ook weg. Ja, wat is er gebeurd? Nou, ik zie mezelf niet. Ik weet niet waarom dat is. Even overnieuw proberen. Nou, ik geloof dat het werkt. Ik weet niet of iemand al wat kan zeggen. Ja, ik zie mezelf nu. Er zit wel een hele vertraging op. Dat is best wel gek als je dan naar jezelf kijkt op de tablet. En je bent aan het praten en iets aan het doen. En je ziet jezelf wat later terug. Dat is heel gek. Maar in ieder geval, ik ga vandaag iets doen met... met bloedshows. En bloedshows zijn pigmentpoeders. Die zitten in een potje en je kan het dekseltje eraf halen, maar het is echt een heel fijn poeder. En als je het dekseltje eraf haalt, met dit veiligheidsdingetje eraf haalt, dan, en je maakt hem open, dan heb je gewoon kans dat er heel veel poeder uitvalt. En het, zelfs een heel klein beetje poeder geeft heel veel kleur af als het nat wordt. Je vermengt het met water. En dat kan, je kan eerst water op je papier doen en dan bloedshow eroverheen doen. Of je kan eerst de bloedshow erop doen en dan met een spraybotteltje eroverheen. Maar je kan ook het oplossen in water. En deze is al opgedroogd. Maar als je dit nat maakt, dan gaat dit weer reageren en dan kun je het weer gebruiken. En dan kun je er eigenlijk je eigen waterverf mee maken. Even kijken, want dit is, als je hier een water bij doet, dan lost het gewoon weer op. En dan kun je er gewoon weer mee schilderen, kleuren, whatever. Het droogt wel lichter op. Als het nat is, is het donkerder als dat het droog is. Je kan het hier zien wat de kleuren worden die ik heb. Dat heb ik al van tevoren even op een papiertje geprobeerd. En het ligt er ook aan de hoeveelheid water en poeder die je mengt. Want als je meer water doet, wordt het natuurlijk licht. En doe je meer poeder, wordt het natuurlijk donkerder. Ik heb geel, lichtbruin, zeegroen, brilliant red. Dus dat is een fel rood. En een Prussian Blue. En dat is een beetje een donkere blauw. Je kunt de kleuren ook, als je ze vermengt, zo met water mengen. Ik heb dat nog niet geprobeerd, want ja, ik ben altijd een beetje bang dat ik er modder van maak. En ik heb het nog niet echt als waterverf, zeg maar, gebruikt. Het kan dus wel. Wat ik wel ermee gedaan heb... En het nadeel van bloedshow is een beetje dat je best heel veel water gebruikt met je waterflesje, spraybottel. En ik wil eigenlijk met die live uitzending geen heat kunnen gebruiken, want ik heb zo'n hele ouderwets nog en die maakt best een hele hoop herrie. En ik heb er zelf altijd een beetje een hekel aan. En als ik een video doe, dan kan ik het gewoon doorspoelen, maar dat kan nu natuurlijk gewoon helemaal niet. Dus om jullie een beetje te ontlasten qua herrie, heb ik alvast wat dingetjes van tevoren gemaakt. Die zal ik even laten zien. Ik vind zelf de bruin en de blauw een hele mooie combinatie.
In de bruin zitten ook andere pigmentkleurtjes. En als je het nat maakt, dan zie je dat daar een beetje geel in zit. Er zit rood in. En ja, zo zie je, als je de verschillende kleuren nat maakt, dat er soms hele verrassende kleurencombinaties toch in zitten. Want in de zeegroen zit bijvoorbeeld ook weer geel. Het verschil, ja, je kan het beste een mixed media papier ervoor gebruiken of een waterverfpapier. Ja, je papier wordt natuurlijk heel erg nat, dus ja, als je papier dat niet zo goed kan handelen, dan gaat het stuk. En dit is mixed media papier en je ziet dat het wel gaat bobbelen. Maar op zich blijft het wel goed. Je kan hier ook wel het verschil zien. Hier heb ik eerst de poeder op het papier gedaan en toen van bovenaf erop gesproeid of gespreid. En dan zie je dat die kleurtjes een beetje wegstuiven. En dan krijg je dit gespikkelde effect aan de zijkant. En dat vind ik zelf wel heel erg leuk. In deze heb ik het andersom gedaan. Heb ik het papier nat gemaakt en daarna de poeder eroverheen. En het een beetje door elkaar laten lopen. En ja, als het dan, je kan er dan nog wel een beetje mee spelen door het zo je papier een beetje schuin te houden. Zodat je druppels krijgt. Dat is ook wel een heel grappig effect. En op het moment dat je het dan gewoon plat laat liggen, dan droogt het dus gewoon zo op. Dit is nog zo'n op zo'n andere manier. Kijk, het is, je krijgt nooit dezelfde effecten. Ik heb geprobeerd om een beetje dezelfde achtergronden te maken. Maar je ziet dat het toch altijd weer wat anders wordt. Want je kan het niet echt heel goed beïnvloeden. Hoe dat water erop komt en waar de poeder heen gaat en hoe het dan loopt. Deze is met de blauw als ondergrond en daarna is er zeegroen overheen gegaan. En toen heb ik geprobeerd om er nog crackle-paste overheen te doen met een beetje van deze Knecker Dan Coat van de media lijn van Decord over te doen. En dat vind ik ook wel een grappig effect. En daaroverheen heb ik dan weer met die brusho met water gedaan. En dan zie je dat hier de druppeltjes en zo uiteindelijk wel gewoon opdrogen. Het blijft wel reageren met water. Dus als je dit weer nat maakt, dan gaat het zich weer verspreiden. Deze is een beetje met andere kleuren, rood nog en met de groen en met de geel. Dit is op waterverfpapier en ook eerst het poeder erop gesproeid en toen met water eroverheen. Je ziet dat het wat lichter opdroogt dan als het nat is. Maar op zich vind ik het wel dat je er hele grappige effecten mee kan krijgen. Ik vond deze wel heel erg grappig. Ik ga straks ook even iets maken met een ondergrond die ik al gemaakt heb hiermee. Wat je er ook mee kan doen, en dat is meer iets voor 18 november, voor de make and takes bij in Soest, bij het voor het 5-jarig bestaan van Hobbyshop Sandra. Alle designteamleden die doen daar workshops en make and takes. En voor mijn make and take ga ik dit soort dingetjes maken. Dus ik ga jullie nu nog niet vertellen hoe ik het gedaan heb. Het enige wat ik ermee vertel is dat het met brusho gedaan is. Ik vind het zelf wel een grappig effect geven. En even denken hoor. Ik zal wel eventjes nog, want ik heb wel wat papier hier liggen, even laten zien hoe het nou gaat als je echt met dat poeder aan de slag gaat. En dit is geen waterverfpapier, maar ik had nog heel veel van dit soort kerstpapier liggen. En dat is een beetje een steviger kartstok. Maar het heeft dan een hele gladde achterkant. En ik vind deze kantjes niet zo mooi, die gebruik ik nooit. Maar de achterkant is perfect om nog op te stempelen of iets anders mee te doen. En het kan ook redelijk goed tegen water. Dus om van die proefdingetjes te maken, gebruik ik gewoon dit papier eventjes. Ik ga hem eerst even nat maken en dan de poeder eroverheen doen. En dan kijken wat er gebeurt. Je moet wel een beetje rekening houden met welke kleuren je bij elkaar doet. Want nou, als je groen en rood doet, dan wordt het bruin natuurlijk. Dus ja, je moet wel een beetje kijken of de kleuren bij elkaar passen. En ja, je kunt beter ook niet echt heel veel kleuren doen. Meestal 2 of 3. En dan krijg je wel de mooiste effecten. Maar je kan ook zien hoe water over het papier loopt.
En als je vindt dat het nog niet genoeg door elkaar loopt, dan spuit je er gewoon weer wat extra water bij. Of je voegt daarna nog wat extra van het poeder toe, dat kan allemaal. Het enige waar je op moet letten, is dat het wel alle kanten opspuit. Dus kijk uit voor je kleren, want ik heb geen idee of je dit kan uit je kleding krijgt, als je het op je kleren krijgt. En je spuit het dus ook over je hele werkblad heen. Dus het wordt wel een beetje een kliederbon. Dus het is handig om een beetje keukenrol bij de hand te houden en babydoekjes. Zoals je kan zien is het nu best heel nat. En als je dan een beetje zo gaat draaien met je papier, dan krijg je dat de kleurtjes ook nog een beetje door elkaar gaan. Ik vind het zelf zo wel heel grappig, maar je zou nog extra andere kleuren toe kunnen voegen. Alleen, ja, ik wil het dus niet gaan drogen nu met mijn heatgun, omdat dat zo'n herrie maakt. En wat je ook krijgt als je met je heatgun erop blaast en het is zo nat, dat het water alsnog ook gaat lopen. En dan raak je een beetje dit effect kwijt. Dus wat ik tot nu toe gedaan heb, is het gewoon weggelegd plat en het zo laten drogen. Dus ik ga deze heel eventjes aan de kant leggen en dan een ander papiertje pakken. En even tussendoor niet schoonmaken. Even kijken hoor, dat is mijn papier. Ik ga nu eerst dan even het poeder erop doen. En ik zal het weer met dezelfde kleuren doen, dat is misschien wel grappig. Om een goed vergelijk te krijgen. Ik heb gewoon een gaatje met, heb ik hem hier, met zo'n prikding, ja, hoe noem je dat, een prikpen, gedaan. En je kan kijken hoeveel gaatjes je wil. Deze zit er maar eentje in. Ik heb een beetje geprobeerd. Bij de meeste vind ik eigenlijk wel 3 of 4 gaatjes dat er een goede hoeveelheid poeder uitkomt. Deze had ik er iets te veel in geprikt, dus dat heb ik even dichtgeplakt, want hier kwam ineens gewoon te veel uit. Dus je kan er nog wel wat mee rommelen met die potjes. En het lijkt alsof er heel weinig uitkomt zo. Maar als je er dan water zo op doet, dan zie je dat het best een soort van kleurexplosie geeft. Even kijken hoor. Het scheelt ook nog hoe je er water op spuit. Of je het van bovenaf doet. Want dan spuit... Ja, dan zie je dat die korreltjes een beetje weg vliegen. Ja, hoe moet je dat zeggen? Een beetje naar de zijkant geblazen worden. En dan krijg je een soort van streepjes ook nog erin. Nou zie je dat bij deze niet zo heel erg goed, vind ik. Waar die blauwe was dat wat meer zichtbaar. Dan kreeg je... Kijk, waar is mijn voorraadje? Dan krijg je echt een beetje dit effect. Dat je aan de zijkant echt van die spikkeltjes krijgt. En je kan ook zien dat hier het poeder gelegen heeft en dat hier het water erop gekomen is. En dat het toen zo'n beetje een rondje weggeblazen is. En dat vind ik op zich wel een grappig effect. Maar bij deze geel zie je dat niet zo heel erg goed. Dus dat is wel een beetje jammer. Even kijken, wat heb ik nog meer? Wat kan ik er nog meer doen? Want ik durf er niet zo... Ja, ik kan er wel een beetje bruin bij doen. Dus misschien ook wel grappig. Het scheelt ook nog wel wat voor waterspuitje je gebruikt. Want de ene is natuurlijk wat verneveld wat meer en de andere die spuit wat sterker. Nou, het is een beetje spelen ermee en een beetje kijken wat je leuk vindt. En als je denkt van nou, dit is helemaal niks, leg het aan de kant. Want je kan als het droog is altijd nog weer mee verder op door extra kleuren eroverheen te doen. Of een andere kleur nog toe te voegen. Of wat extra van de kleuren die je al gebruikt hebt. Ik vind het erg grappig spul. Het is wel een beetje een klinebende. En je krijgt er ook hele mooie gekleurde handen van. Maar dat hebben we er allemaal maar voor over, toch? Ik ga deze ook even wegleggen. Heel eventjes weer mijn blad een beetje schoonmaken. Want het wordt wel heel erg nat ook. Wat trouwens ook kan, als je het schoonmaakt met een babydoekje. Ik kan wel even wat op het blad doen, zo'n beetje groen. Een beetje water erbij. En als je dan
dat op je babydoekje doet. En je pakt een stencil. Kijk, daar heb ik mijn stencils. Zoals, kijk hoor. Deze met die blokjes. Die kun je bij Sandra ook kopen. En je pakt daarbij eventjes een art journaltje. Ik zal eventjes deze pakken. Dit is helemaal niet goed papier voor water. Want het is zo'n Moleskine boekje. Dus dat is heel dun papier. Maar dat geeft niet. Het is wel even grappig om te zien. Als je dan gewoon met je doekje over je stencil wrijft, dan zie je dat er nog genoeg kleur gewoon in zit om een beetje een achtergrond te krijgen. Dus dat, daar kwam ik eigenlijk achter toen ik geprobeerd heb om het door een stencil te gebruiken. Maar ja, dat is het, omdat het zoveel water is, loopt het er natuurlijk onderdoor. En toen had ik daarna mijn babydoekje over. En toen zat er wel iets meer kleurstof nog in dan dit. Maar dan kan je toch best een heel aardig effect ermee krijgen. Dus dat is wel heel grappig ook om te proberen. Even denken. Ik had al op Facebook wat dingetjes geplaatst. Die ik gemaakt had met de achtergronden. Even kijken. Dat is deze. De achtergrond is gedaan met deze sea green. Dat is eigenlijk de enige kleur die ik gebruikt heb. Misschien een heel klein beetje bruin zie ik hier. En dit is ook gewoon vrij dun papier. Het is niet een speciaal waterverfpapier of zo. Dus, maar het houdt zich wel goed. Toen heb ik gewacht tot het helemaal droog was. En daarna heb ik met die schedelstempel van Indigo Blue, die je ook bij Sandra kan kopen. Even kijken wat ik hem heb. Even zien. Dat is deze. Wat ik gedaan heb is eerst... Even kijken, want ik had een mask gemaakt daarvoor. Oh ja. Wat ik gedaan heb is eerst de schedel stempelen met een watervaste inkt. Dat is deze. En toen heb ik hem nog een keer gestempeld, gewoon op een stukje printerpapier, uitgeknipt en er overheen gelegd. En daarna heb ik deze stempel van Studio Light, die heb ik ook bij Sandra vandaan, er overheen gestempeld. En dan krijg je dat de schedel zeg maar niet, geen inkt krijgt en daardoor naar de voorgrond komt en dat je alleen de achtergrondstempel achter de schedel langs krijgt. En ik vond het op zich wel een grappig effect hebben. En als bonus vond ik deze ook nog wel heel grappig. Dit is de mask. En er zit natuurlijk de stempel op van de schedel. En omdat ik daarna eroverheen gestempeld heb met deze, heeft hij nu ook die lettertjes. Dus die kan ik vast wel weer een keertje ergens mee gebruiken. Dus die bewaar ik nog eventjes. Even kijken. Dan had ik nog een dingetje geprobeerd. In een andere journal. En dit is ook met de groen en met de blauw gedaan, alle twee de bladzijden. Ik heb het hierop gespoten toen het nog nat was. Deze zo dubbel gedaan, zodat het hier op deze bladzijde ook kwam. En het zou laten drogen. Toen dacht ik van nou zou het ook werken om er gewoon crackle paste over te smeren door dat stencil weer. Kijk, en hier zie je dat ik het eerder al geprobeerd heb met dat babydoekje. En deze is wat beter gelukt. Daarna heb ik er een beetje van deze weer eroverheen gedaan met vermengd met water. Omdat ik het een beetje een steampunkachtig kleurtje wilde geven. Of een beetje een ouderwetse look wilde geven. Want we hebben natuurlijk ook nog deze poppetjes. En dan heb je eigenlijk best heel snel, als je dat opplakt, met nog een... wat hebben we ons? En die stickertjes nog van Team Words ook. Even kijken, want zo goud. Heb ik nou gelaten? Oh ja. Leuke quote bij hier uit dit boekje. En dan heb je eigenlijk best een heel grappige snelle bladzij. Maar wat ik eigenlijk wilde gaan doen, is iets steampunkerigs combineren met
de broeshaus. Dus ik heb al zo'n achtergrondje genomen. Ik heb daar gewoon een veeg krekkelpaste overheen gedaan en laten drogen. Want dit kun je niet met een heatgun doen, want dan gaat het niet krekkelen. Ik ga daar een beetje van die Quinacridone Cold roestkleur weer overheen doen. Kijk, nou, ik kan het wel even hierop doen. Ik zocht eigenlijk een bakje, maar dat hoeft eigenlijk niet. En een kwastje. Even kijken, misschien ook een beetje water erbij. En dan ga ik die baan gewoon een roestkleur geven. En dan past die sowieso ook wat beter bij het bruin van het poeder. En ik denk dat ik dan hier aan de zijkant en hier nog iets met stempels ga doen. Even kijken. Ik probeer een beetje alleen op de crackle-paste te blijven, zodat het niet te veel over de bouche heen gaat. Welke kleur gebruik je daar? Dat is deze. Quinacridone Cold van Decoart. Of bedoelde je die niet, Sandra? Bedoel je de Brucio? Want dit is de Prussian Blue Brucio met de lichte bruine. En in die bruine zitten die andere kleurtjes nog. Dus dat is wel grappig. Kijken of ik er nog wat meer kleurtjes aan toevoeg. Nou, misschien straks als het, dit een beetje droog is, nog een beetje dat ik op sommige plekken het nog wat bruiner maak en misschien nog wat andere kleurtjes erbij doen. Even kijken. Een leuke stempel die ik hiervoor wilde gebruiken. Waar ik hem heb. Ik denk dat als ik die op de zijkantjes een beetje doe, dat dat wel grappig is. En dan hier een iets van een luchtballon of zo. Even kijken. Oh, Marlies, dankjewel dat je de linkjes erbij zet. Dat kan ik niet zo zonder. Met mijn tablet tegelijkertijd. Dan is dit natuurlijk nog een beetje nat. Ik zit me af te vragen waarmee ik ga stempelen. En misschien dat ik het wel gewoon met distress oxide ga doen. Waarom niet? Even kijken. Een kleurtje wat daar een beetje bij past. Nou, ik denk dat ik vintage foto neem. Even aan de kant zetten. Je ziet het natuurlijk dat het papier wel een beetje hobbelt. Dus ik weet niet of dit goed gaat werken met de stempel. Misschien moet ik hem gewoon even nog een beetje vastplakken. Hou, mijn spullen vallen. Even op een hoekje. Nou, misschien dat ik hem sowieso wel gewoon even met de hand. Tempel, want ik wil sowieso niet het hele. Ik wil hem eigenlijk alleen maar hier in het hoekje. Dus we doen het gewoon anders. Ik wil eigenlijk die lamp.
is eigenlijk dat hele ding niet nodig, die stempelhulp. Ik kan het net zo goed gewoon op mijn blad doen. Dus ik leg hem even aan de kant. Hoppakee. Even zien, want dan wil ik hier in de hoek ook nog wel iets. Maar misschien dat met Dream. Dus die stempel een beetje schoonmaken. De spullen vallen hier. Die stempel is trouwens van Woodware. En ik weet niet. Oh, hij heet Dream Machine. En hij komt ook bij Sandra vandaan. Even dus de inkt hier weghalen. Dat wil ik niet meer gebruiken. Even een beetje droog maken. Ga ik alleen deze kant beïnkten. En dat hier doen. Misschien dat ik aan de zijkanten nog wel eventjes wat stukjes doe. Misschien hier. Nog best een beetje vagen naar de kleur toe. En ja, vind ik het eigenlijk hier nog wel een beetje kaal. Maar ja, goed, dat zien we straks wel. Misschien nog een beetje zo van die letters die ik ook achter die schedel gebruikt heb, daar doen. Dat is misschien ook wel grappig. Misschien even in een ander kleurtje. Even kijken. En dan ik Wild Honey doen. Dat vind ik al een leuke kleur erbij. Ik weet het niet, Janneke. Sommige mensen zeggen van je moet ze op z'n kop zetten, want dan drogen ze niet uit. Anderen zeggen dat is niet zo. Het maakt helemaal niet uit hoe je ze bewaart. Je kan ze ook op de zijkant zetten. Ik vind het wel handig, want ik heb die rondjes erop geplakt. En ik vind dat de dekseltjes best los zitten. Dus als ik ze op z'n kop zet, dan heb ik het idee dat de dekseltjes er beter op blijven zitten. En omdat ze ook al, kijk, omdat ze ook een beetje zo'n vakje hebben, dan kun je de volgende gewoon weer erin zetten. En ik heb ze in een soort van plastic tupperware bakje. Ja, dat komt gewoon handig uit om het zo erin te zetten. Maar ik weet niet, ik doe het bij mijn Distress Inks zet ik ook altijd op z'n kop. Ook omdat ik dan de kussentjes erin bewaar zo. En ja, ik weet het niet of het echt helpt of niet. Maar ik bewaar eigenlijk al mijn inkt op z'n kop. Ook mijn gewone stempel inkt heb ik altijd op z'n kop liggen. Ik weet niet of het echt werkt, maar
Ik vind het op zich wel, ja, ik ben het zo gewend, dus ik doe dat gewoon nu zo. Even kijken. Daar ook nog wel een beetje. Even kijken. En trouwens, dat die distress, ik had er nog niet eerder echt mee gestempeld. Ik had er wel achtergronden mee gemaakt. Maar dat het eigenlijk best heel mooi stempelt. Dat verbaast me eigenlijk een beetje wel. Ik dacht dat het een beetje meer zou vervagen. Hier nog wat. Een beetje de witte plekjes opvullen. En kijk, ik heb ze gewoon allemaal in zo'n bakje. En dan, ja. Ik ben alleen nu mijn deksel kwijt. Geen idee. Oh ja. Ik heb maar een heel klein kamertje, dus en heel veel rommel. Dus ik ben continu mijn spullen kwijt. Zo. Even. Nu die andere. Even wegvegen. Ik denk dat ik zo nog wel iets aan de randjes ga doen. Dit is inmiddels droog. Ik denk dat ik dat zo laat. Ik vind het zo wel grappig. En dan ga ik even kijken voor een stempel die ik kan gebruiken om erop te doen. Deze sets die zijn te bestellen bij Sandra. Het zijn stempels die van een Amerikaanse fabrikant zijn. En Sandra die heeft ze in de pre-order staan. Ze kan in principe daar elke set bestellen van de site die ze wil. Dus, en ik heb er een aantal. Dus ik zit even te twijfelen. Deze heeft ze volgens mij op de site staan voor de pre-order sowieso. Nee. Dit is de steampunk. Ja, ik weet echt niet hoe die heet. Maar het zijn allemaal steampunk stempels. Het is een vrouwtje met een soort van tentakels. En allemaal inktvissen. Inktvis met een hoge hoed. Een inktvis in een horloge. En dan hebben we hier nog eentje met een soort van helikopterding op zijn hoofd. En hier een luchtballon. En in die luchtballon zit dan ook weer een inktvis. Hier ook trouwens. En dit is er eentje. En die heeft een soort van touw. Ik vind het een erg grappige set. En ik gebruik hem best heel vaak. Dus ik zat te denken eigenlijk om die luchtballon met de inktvis te doen. Of deze. Dat is een andere set. Maar dat is ook steampunk. En die heeft ook een luchtballon. Even kijken. Met twee clowntjes erin. En die is wat kleiner. Maar die is misschien dan weer iets te klein. Ik weet niet, wat denken jullie? Met die inktvis of met de clowntjes? Maar dat duurt natuurlijk even voordat ik jullie antwoord zie. Omdat er een vertraging in zit. Dat is wel grappig. Hebben jullie een idee of zal ik gewoon zelf maar kiezen? Nou, ik zie geen. Oh, de inktvis zie ik, Janneke. Oké, dan gebruiken we de inktvis. Die andere even weg. Ik ga hem stempelen op een stukje waterverf papier, of in ieder geval een beetje wat steviger papier. En dan ga ik hem daarna even een kleurtje geven. Ik denk met deze. En dan ga ik hem uitknippen en er overheen plakken. Om echt dit heel even aan de kant. Even kijken hoor. Waar is mijn.
dat mijn inktkussen niet meer zo heel erg nat is. Dus ik hoop dat die afdruk, die een beetje een goede afdruk maakt. Dan kan ik hem natuurlijk nog wel een keertje doen met die stempelhulp. Even kijken. Het is een beetje een aparte stempel om te kleuren, zit ik me nu te bedenken. Want als je naar die luchtballon kijkt, dan is het eigenlijk net of die inktvest erin zit. Dus het zijn eigenlijk alleen de zijkanten, of wat zijn het, die touwtjes of zo, die een kleurtje moeten krijgen, denk ik. Ik weet het nog niet zo goed. Ik ga eens even kijken wat we daarmee kunnen. Ik zoek eigenlijk... Oh, ik kan het wel hierop doen. Ik zal hem even schoonmaken. Volgens mij zitten er nog allemaal een brusje en andere spullen op. Zijn we bezig. Ik vind die Studio Lightmarkers namelijk het fijnste kleuren als je ze... Kijk, wat ik nog van mijn glasplaat af aan. Dan zou je zeggen dat het schoon is, maar er komt nog best wel heel wat rood af. Ik vind ze eigenlijk de fijnste kleuren als je een beetje op een glasplaat of op je stempelblok of zo doet. En dan met een heel klein beetje water met een kwastje kleurt. Dus ik ben eigenlijk eventjes ook een klein kwastje aan het zoeken. In mijn pot met kwastjes. Dus dit is deze zoek. Dat wil ik. Rood maar. Voor de inktvis, denk ik. Nou, de andere kant werkt beter met. Je moet gewoon wat op je blad en dan maak je je kwastje een heel klein beetje nat. En dat is eigenlijk wel genoeg. Even kijken, want het is wel heel gepriegel met ze. Met zijn pootjes. En dat lijf is natuurlijk wel zwart, dus dat zal je niet zoveel van zien. Ja, super gave stempel, zegt Lisbeth. Ja, dat vind ik ook. Ik gebruik ze echt bij heel veel dingen. En je kan er ook best wel heel veel verschillen. Want bijvoorbeeld dat vrouwtje met die tentakels. Als je die eraf knipt, als je hem gestempeld hebt, van de afdruk, dan heb je gewoon een vrouwtje met een jurk aan en die kun je gewoon weer voor andere dingen gebruiken. En die inktvis met die, maar ik weet niet of ik die bij de hand heb. Heb ik dat gelaten? Nou, dat zie ik hier zo snel niet. Maar die heb ik gebruikt om in een patrijspoort te maken met triple thick klos. Zodat het net is of het een ruitje is. En dan zie je die inktvis zwemmen. Maar ik zie niet waar ik hem heb liggen. Ik zal wel een keertje een foto ervan zetten op mijn Facebook. Dat is, dan kun je dat zien. Maar dat is ook wel heel grappig. Ah,
Dit is best een priegelwerkje. De pootjes zijn best heel dun. Er zit nog een stukje inktvis volgens mij. Het is een beetje een puzzeltje ook gelijk. En ik denk dat ik de achterkant van de ballon, die tussenin een beetje licht blauw probeer te doen. Als ik dat met wat water verdun, dan zal dat wel lukken. Nou, kom, dop gaat erop. Eigenlijk wat lichter nemen. Nou, ik denk dat als ik dit gewoon zo helemaal doe en er dan overheen ga met een iets donkerdere kleur over die andere, dat het wel goed komt. Want het is eigenlijk bijna geen doen om dat echt vakje voor vakje te doen. Oh, dit is een beetje te veel. Kunnen we dit nog verdunnen? Ja, sorry jongens, dit duurt heel even. Dat is wat meer gepriegel dan ik gedacht had. Ik denk dat ik het best een beetje snel probeer te doen om jullie niet te laten wachten. Normaal als ik hier aan begin, dan kan ik echt heel pilutter worden over schaduwtjes en dingetjes. Maar dat kost best wel een hoop tijd, dus dat zal ik jullie niet aandoen. Hier wat donkerder maken. Even een doekje, een kastje schoonmaken. Hou even weg. En dan doe ik die andere inktvis groen. Kan mij het schelen. Waarom niet? Blauw uit mijn kastje aan zo. Die heeft ook al van die fijne pootjes.
nog een beetje rood maken. Is het geel? Zijn jullie al in slaap gevallen? Waarom ik niet met broeschouw kleur? Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Dus en om dat dan meteen op de camera te doen is misschien een beetje gek. Het kan wel, want ik heb wat filmpjes gekeken waar mensen dat deden. Maar ik denk dat het ook wat makkelijker of wat moeilijker te controleren is. En ik had deze markers toch bij de hand, dus waarom niet? Met die touwtjes kan. Dat is wel heel lastig niet. Ik hoop niet dat ik er heel veel voor zit. Maar... zo'n heel fijn kwastje. Eigenlijk nog iets dunner moet zijn. Is mijn water. Het loopt een beetje weg om. Het ligt niet helemaal vlak. Even snel uitknippen. Gelukkig heeft hij niet zo heel veel dingetjes. Kleine, smalle dingetjes die je uit moet knippen.
randjes een beetje. Zal ik het met blauw doen? Ook een beetje donkerder maken. Wat een hekel aan dat je het wit dan, dus als je hem uitknipt en je ziet het papier aan de zijkant, dat wit, als je het opgeplakt hebt. Dus ik doe meestal eventjes wat randje, of met potlood of met een stift, of eventjes een kleurtje geven zodat het wat minder opvalt. Dan meestal gewoon zwart of donkerbruin ofzo. Zo. En deze. Dan denk ik dat het wel leuk is om dat met foamtape te doen. Zodat hij een beetje een 3D effectje krijgt. Pakken. Ik weet niet of mijn blad nog afgeeft, dus ik leg hem even hierop. Het plakt altijd zo aan je schaar vast. Een beetje een hekel aan. Even kijken hoor. Ik denk dat ik daar wel twee laagjes op doe. Om wat meer hoogte erin te krijgen. Dan krijg je denk ik ook een beetje het idee dat hij echt zweeft. Tenminste, dat hoop ik dan. Beetje puzzelen met hoe het uitkomt met de tape. Kom op, ik krijg nooit die achterkantjes eraf. Zo, pieuw. Laat ze los, kom op, joh. Eentje opdoen, zodat het wat meer omhoog komt. Ik wil ook nu dat het uitsteekt. Lekkere tape. Kijk. Zo. Ik
Oh, hier miste nog eentje. Ik dacht dat ik er al was. Ik wil er echt niet af. Echt varnish tape. Ik gebruik het niet zoveel, dus het is waarschijnlijk al een beetje ouder. En dan wordt het er niet beter op, zeg maar. Toch maar. Kan ik hier doen of zal ik hem? Zal ik hem dan hier doen? Fijn, hè? Nee, hier wordt het. Zo. En dan ga ik alleen nog eventjes een beetje het randje met wat distress inkt doen. Ik denk ook met zo'n distress oxide in deze kleur, denk ik. Waar heb ik ze gelaten? Hier. Nee. Helemaal geen comments meer. Misschien zeggen jullie wel helemaal niks, hoor. Dat kan. Of gaat iets fout? Dat kan natuurlijk ook. Ik ben er nog niet zo heel erg handig mee met die Facebook Live. Ja, jullie zitten ademloos te kijken. Ja. Nou, niet vergeten te ademen, hoor. Dat ik hem toch een beetje hierna, een beetje toch het witte. In de stempels weghaal. Zo. En het wit van die in die ballon, dat irriteert me ook een beetje. Een beetje heel voorzichtig. Daar ook wat. Inkt over nu. Zo. Zo, goed wit. Nou, dan denk ik eigenlijk dat ik hem zo wel klaar vind.
is hem geworden. Nou, ik vind hem best grappig. Ik vind het altijd best wel lastig om eventjes iets te bedenken om te gaan doen. En dan maak ik eigenlijk niet echt een plan en dan zie ik wel hoe het loopt. En dan wordt het wat of het wordt niks. En deze is best aardig gelukt. In ieder geval, bedankt allemaal voor het kijken. Ik ga de uitzending afsluiten. En ik ga er sowieso nog even foto's van maken en op de Facebook-site zetten. Ik geloof dat Marlies alle linkjes al geplaatst had naar alle spulletjes die ik gebruikt heb. Dus bedankt Marlies. Het is erg handig dat je dat vast voor me gedaan hebt. En dan ga ik nu kijken of ik hem kan afsluiten zonder dat ik hem kwijtraak. En mocht je hem gemist hebben, dan kan je altijd natuurlijk nog even terugkijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!